op een mooie dag bij de plankaart thuis. Eddie heeft blijkbaar nog niet door dat hij moet meedoen in zijn nieuwe programma. Francesco en Magali gaan samen lekker gezellig en vooral romantisch een maaltijd klaarmaken. Eddie is ondertussen druk bezig met te werken op zijn computer. Francesco en Magali genieten ondertussen van de overheerlijke maaltijd. En Eddie besluit om lekker verder te gaan met het opruimen van zijn hoge drukreiniger. Junior besluit niet mee te doen met het programma. Eeuwige filosoof Eddie blijft maar doorworstelen met zijn hoge drukreiniger. Junior kijkt door het sleutelgat naar zijn grote broer Francesco en zijn lief Magali. En Eddie blijft maar doorsukkelen met zijn hoge drukreiniger. Daar is Junior nog eens. Francesco besluit om zijn vriendin Magali een dikke zoen op haar mond te bezorgen. Eddie verbergt vlug zijn pintje en kijkt rustig verder naar de supernanny. En zo loopt de dag van de familie Plankaart op zijn einde.